Hi allemaal, ik ben Miranda en dit is mijn vriend Mark. En ik heb de uitdaging gekregen dat hij mijn haar op 4 verschillende manieren moet stylen. We beginnen met de hoge paardenstaart. Hiervoor hebben wij nodig een borstel en een hele stinkje. Succes! Dankjewel. Is het de eerste keer dat je aan mijn haar doet? Ja, maar het zal vast ook een reden. Maar dit gaat op soepeltjes. Ja, dat vind ik wel goed. De meeste vrouwen is het best makkelijk, dus ik ben benieuwd. Ja, je zegt het goed. De meeste vrouwen is het makkelijk. Lukt het? Ja, ook niet helemaal. Is dit hoog? Hoger krijg je niet. Oh. Dus voor mij is het hoog. Oké. Okay. Ja. Dat is hem. Dat is hem? Dat is hem. Nou, dan gaan we eens even kijken. De hoge paardenstaart. Nou, niet slecht. Hij zit niet heel hoog, maar verder kan best de deur uit zo. Nou, challenge geslaagd, de eerste in elk geval. Yes. Als tweede haarstijl wordt het de knot met de donut. Hiervoor hebben we nodig een hele stiekje, de donut zelf, clipjes en haarlak. Nou, succes. Ik ben benieuwd. Start heb je nog geoefend, zo goed als kan je. Ja, maar de hele stiekje is wat anders. Oh. Mijn handen zijn te groot. Daar komt de donut. Deze moest er doorheen. En dan de omheen. Doe maak ik niet van. Ik was niet gezien als ik het doe. Nou, makkelijk is het niet. Dat wil ik wel. Ja, het ene stukje is wat te klein. Nee joh. Zo. Dat is een beetje laag. Ja, dat is niet erg. Nou, ik vind hem goed zo. Ja? Ja, ik ben er. Ik ben benieuwd. Gaan we eens even kijken. Nou, oordeel zelf maar hoe hij eruit ziet. Van de voorkant kan ik ermee door. Hoe zit hij van achter? Ja, Zie je de donut ding nog? Nee, zeker niet. Echt? Nee, die zie je niet. Oh, dat dan weer niet. Nou, dan. Zit alleen een beetje laag. Oh, dat is nog best goed gedaan. Dan is het tijd voor haarstijl nummer 3. We gaan nu de vlecht maken. Hiervoor hebben we nodig een borstel en een elastiekje en eventueel de klemmetjes om de losse plukjes vast te zetten. Succes! Weet je hoe het moet? Ongeveer. Oké. Okay. Hoeveel plukjes moet het? Weet je dat? 3. Oh, okay. Nou, ben je al heel eind. Lukt het? Nou. Ja, lach jij maar. Dit doe ik hier wel nooit meer, weet ik wel. Ja. Ja? Ja. Nou, even kijken hoor. Oh. Het is een vlecht. Hoe het hier zit, weet ik niet. Maar als je het van de voorkant en de zijkant ziet, is het mooi. Oké, dan zijn we toegekomen aan de laatste haarstijl en dat zijn de Victoria's Secret krullen. Hiervoor hebben we nodig een krultang. Uh-oh. Ik ben benieuwd. Succes! Stop je mooi niet verbrand, hè? Nee. Ik doe mijn best, Als ik iets vast moet houden, dan... Auw, ik ben nog heet ook. Ja, dat is heet, ja. Dat staat wel aan. Omhoog uit. Ja. Niet te dicht, of niet helemaal tegenaan. Nee, dat zit hier nog niet. Je hebt zeker nog 3 centimeter. Oh god. Nee, moet je dat zo vasthouden? Ja, eventjes. Ja, wat is eventjes? Ja, ik zeg wel als die wel of uitkomt, verbrandt het straks. Ja, dat kan wel. Ik kan gewoon op het knopje drukken. Ja, dat werkt dus niet. En? Ja, ik zie een krul. Hey. Krul 1. Nou. Dat is echt drama. Ik denk even Victoria's Secret, hè? Goed. Hij kan niet zien. Ja, dat is wel een krul. Ja. Is dit oerzaai zeg? Is echt oerzaai. Het resultaat is mis. We snappen dat je 2 uur bezig bent met je haar. 10 minuten. Oh, 10 minuten. Je haar is veel te lang om dat ding, die krotting is veel te kort. Dit ga je dus niet vaker doen? Nee. Het is eenmalig, dus wen hem niet aan. Mm. De laatste. Oh joh. Nou, ja. Uitstekend. Nou, Victoria's Secret krullen. Ik moet wel zeggen, er zitten wel krullen in. Ja, heb ik alles bij gezegd. Nou, ja, mis mooi, maar op zich wel krullen. Dat was wel de challenge.
Zo, nou wat mij betreft is de challenge meer dan geslaagd. De krullen zijn misschien niet echte Victoria's Secret krullen, maar de staart was mooi, de knot was mooi en de vlechten vond ik ook vrij goed gelukt. Dus ja, wat vond jij ervan om het te doen? Nou, het is niet mijn hobby, laten we het houden. Niet herhaling van waar denk ik. Het is eenmalig. Jammer. Maar goed, voor deze keer is het in elk geval geslaagd. Dankjewel voor het kijken.